Ja, dat is emotie. Daar kan ik helemaal niks aan doen. Dat is, hij heet Cornelis, ik heet Cornelius. Dat één lettertje verschil, maar ik ben naar hem vernoemd. En ja, hij is de reden van dat ik, dat ik hieraan begonnen ben ooit. Het is nog altijd een open wond. De razzia op 16 april 1944. Een inktzwarte zondag waarop 486 jonge mannen uit Beverwijk en Velzen worden weggevoerd door de Duitse bezetter. Cornelis Bart zou nooit terugkeren. Net als 64 anderen vond hij de dood als gijzelaar in een werkkamp. Dinsdag de 16e is het exact 75 jaar geleden. De dag waarop ook de razziafilm Oorlog tot in het graf in première gaat. Valt nooit meer uit zo iemands herinnering te wissen. Het is gewoon, ze gaan er mee dood. Vandaar ook de titel, hè? Oorlog tot in het graf. Wanneer het kamp, kon ik nog alle keren zeggen, nou morgen zijn we bevrijd. En dan zeiden ze, hé hey, joh, jij met je gelul, want iedere dag kwam weer een nieuwe morgen. Ik zeg, jong, ik zeg maar, weet je dat je daar, dat daar een dode kameraad van je legt? Hij zegt, die zal mijn kuchje niet meer op kunnen vreten. De ene dag waren ze nog goed. En de dag daarop, daar begonnen ze kwartaal uit te spreken. En ze begonnen wazig te kijken. En de dag daarop waren ze dood. De razzia was een reactie op aanslagen door het verzet. Het doel van de Duitsers om de jonge inwoners te gijzelen en vast te houden in Amersfoort. Totdat de daders zich hadden gemeld. Ja, de razzia was gewoon het wegmaaien van een hele generatie uit Beverwijk. Ja, dit heeft tot op de dag van vandaag gevolgen en zwarte bladzijden. Niet alleen om de mensen die daar tussen haakjes gebleven zijn, maar ook vooral om de mensen die het overleefd hebben en daar gewoon gebroken, geestelijk gebroken uitgekomen zijn en wat eigenlijk nooit gerespecteerd is geweest. Hun ellende heeft nooit een plaats gevonden in de samenleving. Omdat er in beginsel geen tijd voor was. Nederland moest opgebouwd worden. En zit niet te zeiken over die oorlog, nou, et cetera. Dus, Een filmproject dat niet alleen wordt omarmd door Cor Bart. Alex van Luyn, bestuurslid van Stichting 16 april 1944... sloeg de brug naar de Beverwijkse bioscoop, die belangeloos meewerkt aan het project. En dat we dat door kunnen geven aan ons nageslacht. Zodat we ook weten, dit mag nooit meer gebeuren. Want dit is eigenlijk, van de maker die deze film heeft gemaakt, een geschenk. Een geschenk wat geschonken wordt aan ons. Om te leren hoe het fout kan gaan in het leven. En dan is het alleen maar fantastisch dat wij hier met z'n allen aan mogen meewerken en ernaar mogen kijken. Ja, en vol verwachting. En ik denk dat ik ook regelmatig vol zal schieten. Dat kan niet anders met die film van Roy. Hij raakt je tot in de diepst van je ziel. Dan denk ik wel eens, waarom is het meest om geschapen? We bidden natuurlijk al zo lang voor vrede. En het is verder weg als ooit. Die mensen, kan ik zeggen, hebben me gemotiveerd om die film te maken. Oorlog tot in het graf wordt in april 8 keer op het witte doek vertoond. Meer informatie vind je op onze website.